Ja, als je niet veel gebruik maakt van je eigen auto, kan je hem verhuren via het platform Snapcar. Als de huurder schade rijdt, dan moet diegene zijn eigen risico aanboren. Maar hoe zit dat als de huurauto beschadigd raakt door een ander? Moet je dan ook zelf dokken? Das ist Max. Hi. Dit is Paul. Hi. This is John. Hi. Nou, dat klinkt internationaal. Wat is Snapcar eigenlijk voor bedrijf? Een platform waar iedereen veilig en gemakkelijk zijn of haar eigen auto kan delen. Zo simpel is het. Je maakt nu deel uit van de Snapcar community. Ja, maar wil je dat wel? Joran in ieder geval niet. Ik had een auto gehuurd via Snapcar. Ja? En ik had een dinertje in de avond in Rotterdam. En we stonden beneden bij het terras. En er komt ineens allemaal rook zo uit de parkeergarage. Ja. Ik zei nog tegen vrienden van, nou, dat zal de huurauto wel zijn. Ja, toen natuurlijk gewoon verder gegaan met de avond, lekker gegeten. Toen kwam ik rond een uurtje of 12 hier boven. Toen zei iemand zo, moet je kijken joh, het is helemaal zwart. En die auto, hier zal het wel gebeurd zijn. Ik dacht, nee, hè. Precies hier die auto neergezet. Toen zag je gewoon dat heel die auto die daarna stond was uitgebrand. Ja. En de zijkant van de auto die ik had gehuurd, die was gewoon weggesmolten. Jij bent de vader? Ja. Dus je zoon belde je op en die zegt, pa, mijn auto is helemaal uitgebrand. Ja, dat klopt. Wat dacht je toen? Oh, weer een auto. Dat is echt de beste interviewlocatie ever. Ja. Ja. Wat dacht je? Ja, Joran heeft hier wat, want Joran heeft altijd wat. Maar in dit geval... Is dat zo? Heb je altijd wat? Nou, ja. Totdat hij een e-mail kreeg dat hij €1250 eigen risico moest aftikken. Kreeg al vrij snel kreeg Joran een sms'je van als je niet binnen een week betaalt, dan gaan we de deurwaarder inschakelen. Maar wat een dreigement. Ja. Ja. Betalen, anders krijg je een deurwaarder. Dat was gewoon al binnen een week ook met uitroep of met grote letters volgens mij zelfs een sms. En daarna kreeg ik dagelijks sms'jes van je moet nu betalen. Ja, maar is er een onderzoek verricht? Nee, ik vroeg elke keer aan de telefoon van ja, ik wil graag de schadebehandelaar spreken. Want ik wil het een en ander met hem overleggen, ja. Vertellen wat is gebeurd. Er is ook een politierapport gemaakt, ja. Maar nee, nooit teruggebeld. Nou ja, het gevolg is na veel heen en weer geschreven. Dat we onder protest het eigen risico hebben betaald. Moet Joran daadwerkelijk het eigen risico volledig betalen? En is Snapcar de juiste weg aan het bewandelen? Ik vraag het aan verkeersrechtadvocaat Bert Kabel. Joran had een berichtje gekregen van Snapcar. Van joh, als je niet betaalt, dan sturen we een deurwaarder. En toen heeft hij betaald. Ja, ik zou dat niet gedaan hebben, moet ik u eerlijk zeggen. Nee? Nee, ik zou niet betaald hebben, omdat hij er niks aan kan doen dat die auto daarnaast spontaan in brand is gevlogen. En als in dit geval Allianz zegt dat dat niet zo is, hadden ze daarna nog onderzoek naar moeten laten doen. En dat hebben ze niet gedaan. Ik zag ook de correspondentie en ze hebben gewoon gezegd dat nader onderzoek is niet nodig. En dan laten ze het er eigenlijk zelf al bij liggen. En dat is natuurlijk geen goede zaak. Bij wie moet Joran eigenlijk wezen? Is dat nou Snapcar of is dat nou Allianz? Naar mijn mening heeft hij een contract met Snapcar, niet met Allianz. Hij heeft in principe niks met Allianz te maken, want hij heeft via de app van Snapcar heeft hij die auto gehuurd. Dus naar mijn mening kan hij tegen Allianz zeggen, ik heb met jou verder niks te maken. Geen onderzoek, een deurwaarder op Joran afsturen. Snapcar en Allianz zijn lekker bezig. Snapcar wil niet voor de camera verschijnen, verrassend. Vervolgens probeer ik Allianz telefonisch te spreken. Goedemiddag, Allianz Nederland. Wat kan ik u helpen? Goedemiddag met Fons van het tv-programma Radar. Hallo. Hallo. Ik heb een vraag. Oh. Als u een moment heeft, dan probeer ik de behandelaar te bereiken. Heel fijn, dank u wel. Ja, graag gedaan. Laat de juiste persoon niet bereiken. Oké. Maar kan ik anders uw telefoonnummer noteren met de vraag of u hierover teruggebeld wordt? Ja, heel fijn. Ja, waarom komen die bedrijven nou nooit eens een keer gewoon voor die camera? Wat een angsthazerij. Is Allianz nog met een antwoord gekomen? Allianz heeft niets meer van zich laten horen. Maar Snapcar uiteindelijk wel schriftelijk. De afwikkeling van deze complexe verzekeringskwestie is in eerste instantie niet 100% naar tevredenheid verlopen. Goh. En dan de volgende zin die zeer van belang is. Na een extra check vanuit ons en navragen van jullie zijde is er door de verzekeraar opnieuw naar gekeken. Oh, spannend. En? Joran krijgt de €1200 volledig teruggestort. Nou. Ongelooflijk. Fantastisch. En onthoud dus, als je zelf in zo'n situatie bent beland, betaal nooit onder druk je eigen risico. En eis eerst een onderzoek als je zelf niet de aanstichter bent van schade.